Hallo reviewvrienden. Hallo reviewvrienden. Hoe is ie daar bij jullie? Zijn jullie ook zo verschrikkelijk blij? Ja, het is misschien wat kinderachtig, maar als het vrijdag is, ben ik blij. En het is nou niet dat ik, zeg maar, weet ik veel, 16 of 17 ben. Overigens mogen kinderen van 16, 17 tegenwoordig niet meer naar de kroeg. Maar wij dus wel, mijn generatie. Want toen dacht ik op vrijdag, yes, kan ik 2 dagen in de kroeg zitten. Ik ben nu 45. Zou je niet zeggen, sinds ik weer een kaaklijn heb. Stik gelijk. Ik kan elke dag in de kroeg zitten als ik wil. Maar toch heb ik nog steeds die blijheid van die vrijdag. Dat je denkt, ja, lekker weekendje. Malle, is toch vreemd? Nou ja, blijf er gewoon lekker in zitten. Net als het volgende, blijf er erin zitten. Want wat zit er onder het doosje? Wat heeft dat zeg met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben zo vreselijk benieuwd. Jullie ook? Ja, mooi. Ja, oké. Okay. Ja, doeg, doeg, doeg. Rolletjes Mentos. 4 rollen Mentos. Ja, 4 rollen Mentos. Ik ken eigenlijk alleen deze. Dat is toch de gewone Mentos Mint. En vroeger kreeg ik ook wel eens een drop Mentos. En dit bestond allemaal niet. Deze smaken. Mentos fruit. Die bestond wel volgens mij. Mentos cola. Mentos pommeverte. 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 Groene appel. Gewoon groene appeltjes. Mentos groene appel. Gadverdamme. Vind ik Mentos vies? Want ik zeur vaak over snoep. Nee, ik vind Mentos lekker. Dit is de gewone Mentos. En ja, die heb ik wel eens in de auto. Met de kinderen. En we hebben Mentos hier. Dus we, ik vond een voetbalrij of zo. Even een Mentos. Ja, dat maakt het toch altijd leuker. Even een Mentos erin. Mentos fruit, die verkochten ze volgens mij vroeger ook al. Daar zitten dus verschillende soorten smaken in, fruit. En dat vind ik dan gelijk, ik hou van dan, dat het dan mint is en fresh in je mond. En als er dan fruit is, dan is het gelijk zo chemisch. Dan wordt het zo zoet. Mentos cola, daar wist ik het bestaan helemaal niet van. Dat is voor mij echt nieuw. En Mentos groene appeltjes, ook niet. En daar snap ik echt geen hol van. Maar de vraag is natuurlijk, zit de Mentos groene appeltjes ook niet gewoon in de Mentos fruit? Nu kan je zeggen van, nou, dat moet je dan even opzoeken. Dat klopt wel, maar ik heb tegenwoordig denk ik een leesbril nodig. Ik kan godverdikke bijna niks meer zien. Behalve als ik het zo doe, en dat is een beetje een aardbei, sinaasappel, citroen. Geen appel. Dus het zijn nog steeds 4 verschillende soorten smaken. Interessant? Weet ik niet. Ik begin gewoon met de oude vertrouwde gewoon. Met de oude vertrouwde gewone Mentos. Hard van buiten, zacht van binnen. Munt. Of mint. Ik vind het een goed snoepje hoor. Fris in het mondje. Ik word er blij van. Mm. Je moet het erop kouwen. Geen snoepje. Geen, oh ja. Zuiger snoepje wel. Chewy druggies. Kou dingen. Nou, ja, lekker. Maar ja, oud vertrouwd. Dan zal ik wel van de fruit. Kijk, dan heb je dus een gele. En nog een gele. Godverdom. Potverdikker. Nog een gele. Ah, 2. Een gele en een roze. Dan neem ik even de roze. En de gele. De gele. Deze smaak. Ja, dit is denk ik sinaasappel. Dat is hier ook in, smaakt sinaasappel. Maar ja, dit is sinaasappel. Mm. Oh, maar die is zeker niet vies. Ik vind die sinaasappelmentos eigenlijk ook wel lekker. Ja, en wat ontbreekt er? Nou, dat je een frisse mond ervan krijgt. Mijn mond smaakt nu naar chemische sinaasappel. Zo, die gooi ik bij mijn huis, hè. Aardbei. Probeem is van aardbei. De chemische aardbei.
Smaakt niet helemaal aardbei. Net een beetje zijn eigen smaak gekregen uiteindelijk. Er zit ook een beetje die in het zuurtje, maar ik vond... Nee. Nee. Gewoon niet lekker. Dan gaan we toch gelijk maar door naar het volgende fruitafdelingetje. De groene appel, de Mentos groene appel. Die is natuurlijk groen als groene appel. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Mentos groene appel. Hebben jullie wel eens gehoord van Mentos groene appel? Nog nooit. Hoe proeft die? Nog niks? Nog niks? Ja. Ja hoor. Ja. Ja. Zal ik je wat vertellen? Smaak komt gewoon in de buurt van een appel. Voor een groene appel. En het is niet eens zo heel erg vies. Daar verbaas ik me over. Want ik was toch eigenlijk van plan te roepen dat dit echt heel goor was. Die vinden ze ook niet vies. Drie van de vier al lekker. Dan mag toch God beter hopen dat die Coca-Cola Mentos niet te bunkeren valt. Want anders vinden we straks alles lekker, weet je wel. Ik vind het moeilijk ingepakt. Dus dat misschien is het toch wel een beetje te lastig voor me. Fijn. Coca-Cola Mentos. Dit is een totaal nieuw ding. Waar smaakt het naar? Nou. Hé, gelukkig. Weet je wat die naar smaakt? Een godvergeten roeswater. En dan zuur ook. Gadverdamme. Onverzinnend. Smerig. Stik er bijna in. Moet je niet meer vreten. Gelukkig, toch eentje vies. Oh, die is wel heel vies. En het fijne is dus... Ik heb dus nu een hele vieze smaak in de bek. Ik heb een aardbeienmentos. Ik heb een sinaasappelmentos. Ik heb een appelmentos. Een halve fruitschaal, zeg maar, mentos. En een hele gore Coca-Cola mentos in het bakje gestoken. En dan nu denk ik, oh, wat vies, wat vies, wat vies. Kijk. Pak ik de mint. Mentos. Kauw op. Sabba. Als sneeuw voor de zon. Weinig hoor, maar. Tja, ik kan doen de dishes. Heel wat. Tijd voor de cijfertjes. Voor de vier smaken Mentos. De lekkerste Mentos. Probeer te verwerken. Ik heb moeite met een snoepje om het goed te doen. Aan de ene kant wil je erop slabbelen, maar ook op kouwen. Het is eigenlijk te zacht om op te kouwen. En dat ding heeft de neiging om achter in mijn huid te vliegen. Laten we wel zijn. Er zijn best mensen die een hekel aan me hebben. Maar ik denk dat niemand het leuk zou vinden om mij hier te zien stikken in een Mentos tijdens een review. Denk ik. Waarschijnlijk zijn er ook wel mensen die dat leuk vinden, maar het maakt niet uit. Enfin. Mentos Coca-Cola. Walgelijk. Slecht experiment. Niet te vreten. Vieze smaak. Heeft niks met cola te maken. Ja, alsof je een vieze greppel aan het leeg drinken bent. Waar ze gif hebben geloosd. Het is echt heel vies. Deze krijgen we maar in twee. Niet te bunkeren. De Mentos fruit. Is vele malen minder smerig dan ik dacht. Ik heb de sinaasappel en de aardbei geprobeerd. Er is nog een smaak. Nu weet ik alleen niet wat het is. God, dat is nou... Mijn geheugen begint ook steeds meer in de steek te laten. Aardbei, sinaasappel. Oh ja, citroen. Ja, die heb ik niet geproefd, maar dat zal me wel... Zo prima doen, ik krijg gewoon een sessie hoor. Totaal niet verwacht. Want ik dacht, dat is echt niet te vreten. Groene appeltjes, Mentos, doe dat normaal joh. Hou eens op, joh. Het is gewoon lekker. Het is gewoon smaakvol. Groene appeltjes Mentos. Ja, ik krijg gewoon een zeventje. En de oude vertrouwen mint Mentos, waar je gewoon minder vanuit je bakkers van gaat stinken. Die krijg van mij een 8. Dat is gewoon een topper. Deze leg ik ook in de auto. Dit gaat denk ik naar een weeshuis. Ja, ik weet niet waar een weeshuis is. Maar nou, in ieder geval, mijn kinderen zullen het ook wel opvreten. In ieder geval, ik hou niet van die smaakjes Mentos. Geef mij dan gewoon een Mentos maar. Ja,
oude conservatieve man. Ik geef het gewoon eerder toe. Nou ja, hartstikke leuk. Prettig weekend, maak er iets moois van. Als je gaat tongen, neem dan de Mentos mee. En we zeggen, auf Wiedersehen. Oftewel, dag.